hallo en leuk dat je kijkt naar deze vlog. Het zijn twee vloggen en ik ga ze achter elkaar plaatsen. Dus ik hoop dat ik niet te veel mij verspreek. En ja, dat ik alles in één keer zo achter elkaar door kan opnemen zonder lege stukken ertussen. Ik wou even een rectificatie doen. Rectificatie, het is inmiddels weer goed met de drie personen waarmee ik het goed gemaakt heb. Ik heb zelfs gehoord dat er haatmails waren naar degene waar ik ruzie mee had. Nou, dat is niet nodig. Dat is helemaal niet nodig. Dus bij deze vlog. Het is weer goed gepraat. Van de week is het goed gekomen. Gisteren eigenlijk tijdens de wedstrijd Feyenoord-Roda JC heb ik achter de schermen tijdens de wedstrijd nog een heel WhatsApp gesprek gehad. En inmiddels is het weer goed. Is het weer helemaal dik in orde. Ik ben hartstikke blij, want aan ruzie heb je gewoon niks. Aan ruzie heb je gewoon helemaal geen ene kloto's. Dus ik ben hartstikke blij dat alles weer goed gekomen is. En dat wou ik toch even melden. Ja, ik heb zoiets van, ja, als er vervelende dingen gebeuren, meld ik het. Maar als het weer goed is en het probleem is opgelost, dan wil ik er ook een video over maken. Dus bij deze, geen haatreacties meer naar de personen in kwestie. Alles is opgelost, alles is uitgepraat. En ik hoop dat we weer allemaal door één deur kunnen. En gewoon weer gezellig kunnen gaan skypen. Vlogs opnemen en dat soort dingen allemaal. Dus bij deze, even deze korte, even deze korte vlog tussendoor. Een mededelingenvlog eventjes. Ik heb hem niet tussen de mededelingen gezegd, maar ik heb er gewoon een vlog van gemaakt. Maar in ieder geval, alles is weer koek en ei. En ik ben best wel opgelucht. Want degene waarmee ik ruzie had, die kan ik toch eigenlijk ook niet missen. Ik miste gewoon het heel erg. En ik vond het gewoon echt kloten dat wij ruzie hadden. Nou, ik ga weer snel door naar de volgende vlog. Dit was eventjes de rectificatievlog. En ik spreek jullie allemaal dadelijk weer bij de andere vlog, de kerstvlog. En daar heb ik het toch weer een gat tussen gelaten. En snel naar de volgende vlog. Dat is de leukere vlog, maar ik wou toch even deze video plaatsen. Omdat ik hoorde dat er haatberichten waren, ik voor allemaal. Dus ik had zoiets van, ik wil het wel even rechtzetten. Dat er geen haat meer verspreid moet worden. Alles is opgelost, alles is uitgepraat. En bij deze dus deze vlog. Nou, vonden jullie deze vlog leuk? En vinden jullie het weer tof dat het weer goed is? Doe dat duimpje even de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Die komt zo dadelijk eraan. En ik zeg tegen jullie, skabedi, skabedoe, skabedabedoe.